In Brabant worden de minste boeven gevangen van Nederland. Van alle misdrijven waarvan in Nederland aangifte wordt gedaan, worden er in Brabant de minste opgelost. RTL Nieuws onderzocht ruim 360.000 aangiftes die in een periode van 2 jaar binnenkwamen bij de politie. Over heel Nederland gezien scoort het korps Midden- en West-Brabant gemiddeld het slechtst. Op de voet gevolgd door Brabant Zuidoost. De gemeente die het slechtst scoort is Hilvarenbeek. Van alle aangiftes die daar worden opgenomen wordt nog geen 13% opgelost. Ja, verslaggever Jan Walen op de Vrijthof in Hilvarenbeek. Ja, de avondvierdaagse is daar net van start gegaan, vandaar de drukte achter je. Maar daar scoort het dus het slechtste. Wat vinden ze daarvan? Ja, daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. Want ja, het is hier min of meer een walhalla voor bijvoorbeeld inbrekers, zou je bijna denken. Want als je naar die cijfers kijkt, dan is de kans dat een inbreker hier in Hilvarenbeek wordt gepakt wel erg klein. Nee, dat vinden de Bekenaren niet leuk. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. En zeker de inbraken en zo, die vind ik helemaal... Ja. Het is wel heel jammer als dat zo is. Ja. Gelukkig heb ik er zelf nog geen inbraak of wat dan ook meegemaakt. Ja, dus dat is maar goed ook, denk ik dan. Dat is allemaal goed ook. Dus ja. Als je ze nodig hebt, dan hoop ik wel dat ze er zijn. Ja, daar begint u nou aan te twijfelen. Nou ja, als ik u zo hoor met die cijfers, dan... ja goed, de cijfers zullen er niet om liegen. U schrikt ervan? Ja, ik wel. Om door te vorderen dat ik altijd bij de politie gewerkt heb. Kijk. Maar toen was het nog rijkspolitie, dus een ander feit. Dat was in de goede tijd. Dat was de goede tijd, ja. Toen werden er nog zaken opgelost. Zonder meer. Ja, en ook de burgemeester van Hilvarenbeek, de Palme, die vindt dat als die cijfers kloppen, dat het oplossingspercentage echt omhoog moet. En bovendien vindt hij dat er beter moet worden gecommuniceerd met slachtoffers. Want als het dan toch niet lukt om een dader te pakken, dan moet je dat toch tenminste nog eens even laten weten aan de mensen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Ja, daar kan Sibylle Frans uit Eindhoven over meepraten. Als er niets met de aangifte wordt gedaan, worden namelijk slachtoffers ook vaak niet op de hoogte gehouden. En dat er wel bijvoorbeeld een inbraak een behoorlijke impact kan hebben. Ze hebben hier het klapraam hebben ze opengebroken. Een jaar geleden is het al, maar Sibylle Frans uit Eindhoven is er nog altijd flink van ondersteboven. Terwijl zij en haar zoons boven rustig lagen te slapen, haalden inbrekers haar hele huis leeg. Alle laadjes van de kast ook stonden allemaal open, alles lag op de grond. Mijn schoudertas was helemaal leeggeplunderd, op tafel lag alles bezaaid, op de grond lag alles bezaaid. Fransen deed meteen aangifte bij de politie. Dus emotioneel is toch best wel een hele impact op je, zeker met 2 kinderen. En zeker als je 's nachts in bed ligt en er wordt ingebroken en je hebt verder helemaal niets gehoord. Maar nee, je hoort verder helemaal niets van, helemaal niks. Fransen is geen uitzondering. In heel Nederland vindt de politie bij 37% van de binnengekomen aangifte de dader. In de voormalige politieregio Brabant-Noord is dit maar 34%. Nog slechter presteert de politie in Brabant-Zuidoost. Hier wordt maar bij 30% van de aangifte een dader gevonden. Het allerlaagste opsporingspercentage van Nederland is dat van Midden- en West-Brabant. Slechts bij 28% van de aangifte wordt hier de dader gepakt. Slecht. Überhaupt, ik verwacht eigenlijk wel een keer een telefoontje, een mailtje of iets dergelijks van na een half jaar of zo van we hebben nog steeds niemand of niks kunnen vinden of op heterdaad betrapt of nee, helemaal niks. Ja Jan, het zijn harde cijfers, hè? Wat zegt de politie er eigenlijk van? De politie wil er niet inhoudelijk op reageren, want zij zeggen de cijfers kloppen niet. Ze komen van een aangifte-registratiesysteem en die cijfers wilde de politie ook niet aan RTL geven, omdat je die niet zo één op één kunt uitleggen en overnemen, zeiden zij. Nou, RTL is met de wet in de hand daar toch tegen ingegaan en die hebben het zover gekregen dat de politie die cijfers moest geven. En volgens een onafhankelijke commissie die daarna heeft gekeken, zijn het best cijfers die je kunt publiceren, omdat het een heel reëel beeld geeft. De minister van Justitie heeft een tijd geleden in de Tweede Kamer over dat registratiesysteem ook gezegd dat het een heel goed beeld gaf van hoe het met aangiftes in Nederland stond. En nou de uitkomsten kan niet zo goed zijn. Ja, nou schijnen die cijfers niet representatief te zijn, volgens de politie tenminste. Ja, maar waarom doet de politie in Brabant het zo slecht?
Tja, dat is een vraag die iedereen zich stelt natuurlijk. Zouden de agenten het hier minder goed doen, minder goed werk afleveren? Heeft het iets te maken met dat ze het hier in de provincie bijvoorbeeld heel druk hebben met drugscriminelen die moeilijk te pakken zijn en daardoor blijven allerlei andere zaken misschien liggen? Het zijn vragen waar iedereen er wel een antwoord op wil. Ook bijvoorbeeld de VVD-fractie in de gemeenteraad, die heeft vragen gesteld aan de burgemeester en die willen dat hij per direct in actie komt. Enerzijds betekent dat dus dat we op de een of andere manier capaciteit moeten creëren om daders op te sporen. Maar we moeten in ieder geval voldoende capaciteit creëren dat aangiftes kunnen worden opgenomen, dat daar opvolging aan wordt gegeven, communicatie naar het slachtoffer, alles wat je erbij kunt bedenken. Ja, tot zover dit onderwerp. Jan Walen vanuit Hilvarenbeek, dankjewel.